20 mei om 11 uur vond de 6e etappe plaats van de hardloopvierdaagse 2013. De startlocatie is de parkeerplaats bij het fraaie kasteel Kannenburg in Vaassen en het parcours is 20,3 kilometer lang. We doen het even zoals het eigenlijk ook hoort. Ik ga even netjes aftellen na één hoedje het startschot door Frans. Nou, we wensen jullie veel succes. Hebben jullie er trouwens nog zin in? Ja! Kijk, dat bedoel ik. Goed zo. 3, 2, 1. We zijn weg. Veel succes te gaan, zo dames en heren. Even een applaus hier voor deze kanjes. Hartelijk vierdaagse 2013. Shop en kappen. Met al die atleten. En hier en daar een kampje. Kijken wat dit waren, maar uiteindelijk kon je daar maar in zijn. De finale, straks slaan we in de moeten. En het was de Bosch-Klompereen, dat is een nieuwe record in de finale. Ha, mooi. En ook dat was de Turkse centrum van het hele max. Dus even gaan. Veel succes op weg naar het Orgenbosch. Kijken naar de kop van de wedstrijd. Erik Sanders is natuurlijk een man die je niet mag vergeten. We hebben hem al een paar keer genoemd. Erik Sanders, dames en heren. Zijn tijd is natuurlijk fameus. Hij is ook de winnaar hier van dat klassement 60 kilometer. Erik Sanders doet het ook dit jaar weer. En we zijn fantastisch met hem te 1 uur, 12 minuten, 29 seconden. En we kijken het grasveld af. En we zien daar de nummer 2 in dat klassementje aankomen. Ja...
Dan loop je aan de buitenkant met Gert-Jan Liefens, 2004 finale 1500 meter. David Hemstede zegt, kom maar Gert-Jan, want ik ga hier die 100 kilometer, daar ga ik even een heel stuk van het parcoursrecord afhalen. Hij is winnaar van de 100 kilometer. Gert-Jan Liefens komt er keurig achter zitten. En dat zijn de losse lopertjes die daar nog weer netjes achter zitten. En daarachter, ja, de strijd Bas Mekking, Ruud van der Wal. Dat is mooi, want Bas Mekking gaat natuurlijk toch proberen op dat podium te komen. Bas Mekking, Ruud van der Wal. Het ging om seconden als we keken naar het klassement. Kijk, kijk, kijk. Bas Mekking, Ruud van der Wal en de grimas op het gezicht van Ruud van der Wal. Dat is mooi. En dan hebben we dus de mannen binnen voor wat betreft dat klassementje. De 100 kilometer hebben we binnen. David Hemstede. De 60 kilometer met Ruud van der Wal en Bas Mekking betekent dat we ook nog gaan uitkijken straks naar Shane Rookhuizen. Zou ook de man moeten zijn voor hier straks de eindstreep. Bas Mekking doet goede zaken. Luc Krotwaard, ik zei u al, 7 keer nationaal kampioen. Maar ook dat ultralopen heeft zijn hart gevonden, dames en heren. Icoon in de Nederlandse hardloopsport. Luc Krotwaard gaat ook op dat podium komen voor wat betreft de 100 kilometer. Hij... Leten. Perfect gedaan voor de atleet uit Deventer. Dankjewel. Dankjewel voor de organisatie allemaal. Dat betekent ook dat u toch de concurrentie in de persoon van Ronnie Duinkerke achter zich heeft weten te houden in die laatste etappe. Dankjewel. Een grote verschil.